Goedendag, kijk naar de Weersfractie van Weerplaza.nl. De hele dag heeft wel te maken met een regengebied dat vooral over de Waddeneilanden eilanden langs de noordkust van Nederland trekt. Rond een uur of twaalf was er al zo'n vijf millimeter op ter schelling gevallen, terwijl de rest van het land nog grotendeels droog weer had, maar dat gaat vanmiddag veranderen. Zoals op dit laatste radarbeeld te zien is van uh, iets voor één uur begon het toen langs de westkust al te regenen en dat regengebied trekt later vanmiddag en vanavond richting het oosten. Grote verschillen in temperaturen. Op de Waddeneilanden 12 graden als maximum. In het midden van Limburg en in het zuiden 19 à 20 graden. Daar dus toch een beetje lentegevoel. En dat wisselvallige weer hebben we allemaal te danken. Tussen aanhalingstekens aan een lage drukgebied bij Noorwegen. Dat lage drukgebied stuurt dat wisselvallige weer onze kant op. We zien een frontaal systeem liggen boven Engeland. En dat komt dus langzaam onze kant op. Als ik de boom beweging zet, dan zie je het ook snel trekken. Het regengebied passeert er vanavond. En morgen ligt het lage drukgebied nog steeds dicht bij Noorwegen. En dan krijgen we te maken met een aanvoer van koude, onstabiele lucht. En die koude lucht die staat garant voor een onstabiele atmosfeer waarin buien gaan ontstaan. Het zeewater begint toch alweer een klein beetje op te warmen, daardoor neemt de onstabiliteit toe. En de buien ontstaan dan al vannacht en breiden zich morgen overdag geleidelijk over het land uit. En ja, aangezien dit kaartje van woensdagochtend 8 uur is, ook woensdag hebben we nog met die situatie te maken. Ook dan nog steeds de aanvoer van koele lucht met buien, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. Eerst vanavond nog. Het regengebied, het front trekt oostwaarts weg. Dat betekent dat de bewolking ook langzaam weg gaat trekken en dat het later vanavond vanuit het westen droger gaat worden. Komen dan dus opklaringen? Heel misschien breekt nog net langs de westkust even de zon door voordat ze ondergaat. Temperaturen nog steeds 12 graden aan zee, 16 graden in Limburg. Komende nacht is het regengebied dan wel weg, maar droog wordt het nog niet, want er gaan dan ook enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. En tijdens de wat langere opklaringen wordt het de graad of 7 in het midden van het land. De wind neemt ook iets af. Vanavond kan die AZ nog krachtig, misschien zelfs even hard zijn. Windkracht 6 à 7. In de loop van de nacht wordt die windkracht 5. En in het binnenland staat windkracht 3 tot 4. Morgen overdag neemt de wind weer iets toe. A7-windkracht 5, A6. In het binnenland meestal windkracht 4. En met die stevige zuidwestenwind... wordt dus koele lucht over ons land geblazen. 12 tot 14 graden wordt het slechts. Terwijl een graad of 18 normaal is voor deze tijd van het jaar. Zitten we ver onder. Er kunnen stevige buien zijn met een klap onweer. Maar er zijn ook lange droge periodes. En dan schijnt de zon geregeld. Dus heel slecht is het niet. Maar hou wel onze regenradar in de gaten. Morgen 12 tot 14 graden. Dat is wel het dieptepunt van deze week... Woensdag komt er namelijk een graadje bij. Maar zoals gezegd, er vallen nog wel buien. Wind neemt ook een fractie af. Donderdag en vrijdag blijft het dan grotendeels droog. Nog heel lokaal een bui. En het kwik kan verder stijgen. Donderdag 15 17 graden. En vrijdag komen we van 17 tot plaatselijk zelfs 20 graden. Dus het kwik gaat duidelijk omhoog. En vrijdag is de meest aangename dag van deze week. Is dat dan de aanzet voor een heerlijk weekend? Nou, dan kan ik u alvast weer teleurstellen. In het weekend lijkt het toch weer wat koeler te worden en ook wat wisselvalliger. Het uh, hoogtepuntje van de vrijdag is een korte. Op de langere termijn lijkt het kwik wel heel langzaam iets omhoog te gaan, dan richting de 20 graden. Maar uh, ja, ook dat is allemaal niet top. 18 graden is normaal, dus af en toe 25 graden zou het toch ook wel lekker zijn geweest. Zit er voorlopig niet in. Vrijdag de beste dag, morgen de laagste temperaturen en dan vallen er dus ook buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.